Hoi, ik ben Robin Hagen. Ik ben woordvoerder van alle podia Koninginnedag Arnhem. Zaterdag is het Koninginnedag in Arnhem en dan hebben wij het Oranjefeest. Tientallen podia door de hele stad. Veel dance, hartstikke leuk om te zien. Er komen honderdduizenden mensen. Samen met de Cavia ga ik je meerdere podia laten zien hier in de stad. Beginnen we met het eerste podium, nieuw Beat the Bridge. Met Pavo en Luna. We zijn nog niet aan het bouwen. Gaat morgen allemaal gebeuren. Een nieuw evenement waar 5000 liefhebbers van deze dancesoort kunnen komen kijken. We gaan nu naar het volgende podium. Achtbaan in Musispark. We zijn hier aanbeland in Musispark. Hartstikke gezellig. En hier is het Achtbaan Festival met Koninginnedag. En ook met Koninginnedag. Achtbaan, de nieuwste trots van Arnhem in de dancewereld. Een van de leukere nieuwe organisatoren. Veel techno en minimal house muziek. Dus dansen op de beat van Achtbaan kan niet stuk. Hartstikke leuk. Aangekomen op het Gele Rijdersplein. Sinds een aantal jaren is hier het Freefall Festival. Met heel veel DJ's uit de house scene en DJ Isis enzovoort enzovoort. Maar dit jaar is het hele plein in gebruik. En hebben we ook een heel groot podium met bandjes. Van de Jacobiberg met rock en reggae, noem maar op. We zijn hier beland op de markt, het grootste plein van Arnhem. Koninginnedag, een groot optreden, een concert van Roel van Velzen. Daarvoor Jasmin, de nieuwe rockster van Nederland. Koninginnedag, heel veel acts. De winnaar van de Serious Talent Award van 3FM, Handsome Poets. Ronnie van de Shonies. Lange Frans, 90's Now, groot spektakel aan het einde. Nou, het is te veel om op te noemen bijna.